2020 was voor de meeste mensen een bewogen jaar. Hoe kijkt kunstenaar Jacques Tange terug op het afgelopen jaar? 2020 was een beetje een bewogen jaar. Ik bedoel, een normaal jaar voor mij als kunstenaar, want ik kon gewoon doorwerken. Dat heeft voor mij geen enkel verschil. Aan de andere kant was het een jaar van plannen die niet doorgingen. Dat begon al gelijk in maart, toen had ik een tentoonstelling in Emmen. Gelijk lockdown, niks van geworden. Ik had tentoonstellingen in Mexico, in Amerika, waar dan ook. Ging allemaal niet door. Voor de rest was het natuurlijk ook een beetje een raar jaar, omdat ik 35 jaar in het vak zit. Er zouden allerlei jubilea tentoonstellingen komen. Niet doorgegaan dus. Er is er nu eentje net begonnen hier op de Hoogstraat bij Open Art Exchange. En die is één dag open geweest en nu hebben we weer lockdown. Dus we moeten alles maar een beetje doorschuinen volgend jaar. En dat zal nog wel eventjes duren, ergens in mei of zo, mei, juni. Dan kunnen we weer gewoon normaal de mensen hier ontvangen. En dan kunnen wij weer leuke tentoonstellingen doen. Nou, dat doen we toch 36 jaar in het vak. Dat is toch ook mooi. Wat was het meest bijzondere moment voor u? Eigenlijk dat ik mijn tweede hartoperatie heb gehad. Dus het is niet een leuk moment, maar het was wel weer een hoopvol moment. Ik heb heel veel hartklachten gehad de laatste 5-6 jaar. En ik heb nou een tweede operatie gehad. En volgens mij, ik moet het heel even afkloppen, is het nou wel goed gekomen. Het heeft even geduurd. Misschien ook wel de opening door de burgemeester laatst van de tentoonstelling vond ik ook wel heel bijzonder. En voor de rest lag alles een beetje stil, dus zoveel bijzondere dingen zijn er niet gebeurd. We zijn gelukkig gevrijwaard van ziektes of wat dan ook. Dus wat dat er gaat, ja, het is een jaar om te vergeten, zeg maar. En aan de andere kant, ik heb er toch ook wel weer dingen van geleerd. Dus ik heb geleerd dat je toch je zegeningen moet tellen in wat voor omstandigheden je ook zit. En dat doen we dan nu ook maar. Is uw werk veranderd in 2020? Hoewel ik met actualiteiten wel omga in mijn werk, zijn ze niet heel bepalend voor de stijl of wat dan ook waar ik in werk. Ik zit echt in een doorgaande lijn en die wordt niet echt onderbroken door dit soort perikelen, nee. Dus nee, het is niet echt veranderd, nee. Heeft u door deze tijd meer opdrachten gehad dan normaal? Nee, niet meer opdrachten, maar ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen aan het cocoonen zijn geweest. Want je moet veel thuis zitten en dan heel veel mensen zijn hun huis gaan verbouwen of een ander huis genomen of wat dan ook. En die komen dan tot de ontdekking dat ze toch wel heel erg graag een schilderijtje in huis willen hebben. Dus de particuliere verkoop is eigenlijk best wel vergeleken met vorig jaar gestegen. Aan de andere kant ook weer niet, want ik heb natuurlijk geen tentoonstellingen kunnen houden. Dus mensen komen dus echt heel gericht hier naartoe, naar de galerie. Om iets aan te schaffen. Kijk, ik heb op die manier niet echt nieuwe klanten gekregen. Ik heb niet echt bij buitenlandse of binnenlandse galeries gehangen. Maar dat zien we misschien volgend jaar wel weer. Maar ik vond het wel heel grappig om te zien dat mensen zo erg bezig zijn met de inrichting van hun huis. Dus dat vind ik ook wel gunstig eigenlijk. Want dat is precies wat ik zei net. Dat je je zegeningen moet tellen. En dit is een van die zegeningen. Wat hoopt u voor 2021? Wat ik hoop dat mensen van deze periode geleerd hebben. Dus dat recht tegenover elkaar blijven staan, dat slaat nergens op. We hebben nou gemerkt dat we toch deze dingen allemaal samen moeten doen. Dus ik hoop op wat meer begrip voor anderen.